Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is dinsdagavond en ik denk het is nog mooi weer. We gaan eens even een mooi wandelingetje maken in het park. Nou, dit park heb ik al heel vaak gefilmd, heel vaak een locatie, heel vaak dingen opgenomen. Locatie is niet echt belangrijk. Het gaat meer om het verhaal. En ik wou het verhaal eens lekker buiten doen in de open lucht. Aangezien het nog wel heerlijk weer is. Het wordt wel al wat kouder. Maar het is nog wel even lekker weer voor een wandelingetje. Dan voel ik ineens een druppel op mijn arm. Ik weet niet wat er uit de lucht komt, maar het zal wel goed zijn. Het is toch geen vogelstront, hè? Nee, het is geen vogelstront. Dus vandaar. Nou, ik maak deze video omdat ik al een tijd last heb, problemen heb. Problemen niet heb, maar ik heb al een hele tijd. Jullie weten het, in de november, december maand is het een hele moeilijke periode voor mij geweest. Ben ik uitgeklommen. Ik had wat problemen. En het is allemaal goed gekomen later. Maar het persoon blijft me doorgaan. En nu is het definitief, heb ik met het persoon gebroken. Een hele moeilijke beslissing. Echt een hele moeilijke beslissing. Want ik, ik ben nog steeds helemaal gek op dat meisje. Maar ik heb al een heleboel vlogs erover gemaakt. En het is nu eigenlijk tot het dramatische einde gekomen waar ik al eigenlijk al in november, december rekening mee had gehouden. Ik heb al een paar vlogs hierover gemaakt, maar die had ik nooit uitgezonden, nooit gepubliceerd. Ik had altijd zoiets van, nee, die vlog, dat doe ik niet. Ik laat die vlog gewoon zitten. Maar dan toch deze vlog, omdat ik gewoon ook een mens ben. Ik ben geen robot, ik ben een mens van vlees en bloed. En het doet me gewoon pijn. Ik heb gewoon een hele moeilijke beslissing moeten nemen. En het persoon heb eigenlijk die beslissing eigenlijk zelf ook genomen. Maar ik heb daarna de definitieve beslissing genomen om al dat contact te verbreken. Het doet me echt ontzettend veel pijn, want ik wat ik voor haar voelde, niet alleen qua vriendschappelijk, maar ook gewoon, het was gewoon ik zag ze ook echt als een maatje, zag ik ze. En het is al eigenlijk al een paar maanden eigenlijk al, er komen mensen dan. Het is al een paar maanden zo dat mensen, dat ze niet meer supporten. Ik hoor steeds minder dingen en zo. En helaas. Het is nu zo. Ik kan het niet meer terugdraaien. Persoon heb een nieuwe vriend. Wat me ontzettend veel pijn doet. Maar ik heb wel zoiets van, dat ik wel, ben ook wel blij voor de. Ik ben niet egoïstisch en ik weet ook wel dat het niks kan worden, maar ik vind het altijd zo sneu dat als mensen een relatie krijgen, dat ze dan gelijk ook alle vriendschappen opzij zetten, alleen maar omdat ze een relatie krijgen met een ander en dan ben je ineens niet meer belangrijk, word je gewoon aan de zijkant gebrouilleerd. Ze hebben zoiets van, ik heb nou een nieuwe vriend en ik heb je niet meer nodig. Zoek het maar uit met je hele handel. Bekijk het maar lekker met je rotzootje. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus tegenwoordig is dat heel erg in. Of, dat was al een hele tijd in, maar ik heb dat eigenlijk nooit kunnen begrijpen eigenlijk. Persoon heb ik ook totaal niet door in wat voor moeilijke situatie ze me gebracht heb. En
persoon weet ook echt totaal niet ja, hoe die gevoelens zijn en wat ik ja, hoe ontzettend pijn het me doet. Omdat ik gewoon echt ontzettend veel om dat persoon geef. Ik geef ontzettend veel om de. En ja, dat de persoon eigenlijk nooit echt doorgehad. En aangezien het aangezien ze nou voor een ander gekozen heb, heb ik ook voor mijn eigen gekozen. En ik heb er nog over nagedacht. Ik had vorige week al bonje met haar. Toen heb ik een vlog gemaakt. Die heb ik niet online gezet. Nu wel. En ik heb eigenlijk besloten om definitief ja, elk contact te verbreken met haar. Ik ben gewoon echt helemaal klaar met haar. Het doet me echt ontzettend veel moeite. Ontzettend veel pijn doet het me. Kost me ook ontzettend veel moeite om tot deze beslissing te komen. Maar ik ga maar eens wat meer aan mijn eigen denken. Want ja, ik kom er de laatste maanden, de laatste half jaar kom ik er gewoon achter. Dat je, als je YouTuber bent, kan je heel veel fans hebben. Je kan heel veel nieuwe ervaringen opdoen. Die leert nieuwe mensen kennen. Dat is hartstikke leuk. Maar uiteindelijk sta je er nog steeds helemaal alleen voor. En moet je toch alleen je zaakjes opknappen. En ja, dat heb ik nu eigenlijk ook. Ik voel me ontzettend eenzaam op dit moment. En dan ben je dan een YouTuber. Heb je 333 abonnees. Maar ja, je staat er gewoon alleen voor. Ik ben gewoon machteloos. Heel moeilijk. Maar ik heb nou gewoon definitief de streep getrokken van je bent nu te ver gegaan. Het is nu afgelopen met dat zootje. Ik laat me eigenlijk niet meer elke keer, want ik zat gewoon elke keer was ik gewoon verdrietig. En had ik er moeite mee. En ja, ik zat elke keer zat ik mijn eigen zeg maar te pijnigen. En ja, het is de vraag hoe lang je dat volhoudt, weet je wel. Hoe lang laat je je eigen misbruiken? Hoe lang laat je je eigen pijnigen? Hoe lang sta je toe ja, dat je verdriet hebt? Nou, dat stadium ben ik nou gepasseerd. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik heb gewoon alle contact verbroken. Ze hebben me ook van YouTube afgegooid, zag ik. Geen abonnee meer. Nou, veel plezier ermee. Die abonnee, dat kom ik ook wel weer overheen. Maar het is gewoon jammer. Ik vond het echt een hele leuke meid. Ik heb heel veel leuke dingen ook meegemaakt. Ze is nog een paar keer in de livestreams geweest. Heel vaak. Vooral in november, december is ze heel vaak in de livestreams geweest. En vanaf januari is het eigenlijk alleen maar minder geworden. Met ja, het onvermijdelijke dat ze een keertje tegen iemand zou aanlopen waar ze bij zou blijven plakken. En dat is nu gebeurd dus. Dus ik heb alle contact verbroken en ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb mij genoeg pijn gedaan. En ik ga nu eens aan mijn eigen denken en aan mijn eigen werken. Aan mijn eigen kanaal werken. En aan ja, aan mijn eigen kanaal werken. En aan de leuke dingen van YouTube. Ik heb mijn eigen 4-5 maanden bezig gehouden met de minder leuke dingen van YouTube. En ik wil me nou eigenlijk bezig gaan houden met de leuke dingen van YouTube. Alhoewel ik natuurlijk al één leuk dingetje gedaan heb. En dat is natuurlijk het Efteling abonnement. Dat was tot nu toe wel een van de hoogtepunten. Ik heb natuurlijk het Efteling abonnement. Daar ben ik ontzettend blij mee. En ik heb natuurlijk 333 abonnees. Waar ik ook ontzettend blij mee ben.
En ja, dat is gewoon hartstikke leuk, hartstikke tof. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik ben blij met elke abonnee. Maar ik ga afstand nemen. Want ik hou het gewoon niet vol zoals het nu gaat. En ja, het doet me wel ontzettend veel pijn. Ik heb geen spijt voor mijn beslissing. Ik ben blij dat ik het besluit genomen heb om voor mijn eigen te kiezen en niet voor een ander. Dat doet de persoon trouwens zelf ook. Maar ja, nu is het eigenlijk eventjes het... ja, de rust en de leegte eventjes, maar dat komt ook wel weer goed. Ik ga daar in ieder geval nog even lekker skypen dadelijk. Daar heb ik ook wel zin in. En dan morgen nog één dag. Ja, even kijken. Morgen is woensdag, hè? Ja, morgen is woensdag. Dus moet ik morgen nog één dagje. Eén hele dag werken en dan ben ik donderdag en vrijdag vrij. Dus dat is wel lekker. En dan ga ik donderdag ga ik met Kevin en met Rianne naar het strand toe. Gaan we lekker aan het strand rokanje. En dan de tweede dag ga ik vrijdags naar de Efteling om dus hetgene op te nemen waar ik het in mijn vorige vlog over had. Nou, dat wordt in ieder geval hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, een leuk idee vinden. Wat het is, ga ik dus vertellen als ik in Efteling ben, een vrijdag. Ga ik dat opnemen. En ja, voor de rest is het eventjes wachten. Ik ben in de Efteling, maar heel eventjes, omdat ik wat beelden moet nemen van attracties. Daar ga ik even wat beelden voor opnemen. En ja, binnenkort dan... kunnen jullie het nieuwe onderdeel zien op mijn YouTube kanaal. En dan wordt het dus ook duidelijk waarom ik dus beelden moet opnemen. Ja, dus dat is een beetje mijn planning momenteel. Nou, Planet Coaster heb ik enigszins weer voor elkaar gekregen. Het grote probleem waarom ik dus nog... het grote probleem waardoor ik dus niet kon opnemen, dat was dus het feit dat ik gebruik een programma en dat programma, dan moet je kan je ook venster aanpassen en zo, klein beeld, groot beeld, weet ik veel wat, uitrekken, zo'n klein venstertje ervan maken en ik had maar half beeld. Nou, dat is niet tof, want je zag maar een heel klein stukje van de game zelf. En mij zag je ook helemaal in het klein, dus er moest wat groter gemaakt worden. Maar ik kreeg het beeld niet over heel de pagina. Dat is inmiddels wel gelukt. Dus dat is in ieder geval gelukt, gelukkig. En nu kan ik dus eindelijk gaan beginnen met opnemen. Nou, in ieder geval is dat beeld nu in ieder geval goed. En kan ik beginnen met de Planet Coaster serie. Planet Coaster, ja. Wordt een pretpark. 31 afleveringen wil ik maken. En pas na de 31 afleveringen, dan ga ik ze online zetten. November, december, ik weet niet of ik dat nog ga redden. Oh, ze zijn hier aan het vissen, dus ik moet eventjes stil. Maar ja, ik weet niet of ik dat ga redden. Gaan we nog wel zien hoe dat gaat. En gaan we het wel zien. Nou, hier wordt een prachtig weer. En, dus vandaag. Maar in ieder geval komen de afleveringen komen eraan. Ik heb 31 afleveringen wil ik plannen. En zo gauw als aflevering 1... online komt, dan wil ik gaan beginnen met weer een nieuwe serie, een tweede serie. Ik denk niet dat je in 31 afleveringen een heel pretpark netjes krijgt. Ik denk dat er wel meer afleveringen voor nodig zijn om een heel pretpark te bouwen. Maar ik ga gewoon eerst beginnen met 31 en dan ga ik daarna, gaan we wel zien, gaan we gewoon weer een tweede 31 serie maken.
En hebben jullie, ja, ik wil het gewoon eigenlijk toch maar één keer in de week doen hoor. Eén keer in de week een Planet Coaster aflevering. Ik denk op maandag, denk ik eigenlijk. Dat is wel een leuke dag. Ik denk dat er gewoon iedere maandag dan Planet Coaster is. Ik weet nog niet wanneer ik hem ga uploaden. Wat de datum of de tijden wordt, dat weet ik nog niet. Maar het zal in ieder geval op een maandag wezen. Dat lijkt me wel leuk. Dan kunnen jullie elke maandag naar een aflevering van Planet Coaster kijken. 31 weken lang. Dus dat is wel ontzettend leuk. En ik ga dus ook weer een vervolgserie maken. Ook weer van 31. Dus dat worden wel aardig veel afleveringen. Zo, ik hoor een hele rare... Een hele rare knal worden. Ik nou, niet een knal, maar meer een donk. Heel raar. Nou ja, in ieder geval loop ik nou weer op de terugweg. Ik ga weer richting huis. Nou, hier heb je Endpoint. En er rijdt al de hele tijd rijdt er buurtprovincie langs. Stadswachten rijden langs. Eigenlijk is er een keertje wat aan gedaan. Het is af en toe wel eens een chaos hier ook. Maar dan ga ik hem in ieder geval ga ik hem weer afsluiten voor deze kant. Morgen kom ik in ieder geval weer met een nieuwe vlog. Deze wordt ook morgen gepost pas. Deze is dus de avond, gisteravond opgenomen. Die zal om 12 uur online komen. En voor de rest ga ik dan... morgen als ik thuis kom van mijn werk, dan heb ik weekend. Dan zal ik nog even een leuke vlog maken. Dat ik lekker weekend heb, joepie. Lekker kort weekie. Is wel lekker. En het is ook de laatste vrijdag dat ik vrij ben. Daarna moet ik gewoon weer 5 dagen aan de bak. Dus dat zal wel weer even tegenvallen. Ik heb nu natuurlijk 4 of 5 keer maar 4 werkdagen gehad. Het zal wel weer wennen zijn als ik weer 5 dagen moet gaan werken. Dus vandaar. Nou, ik ga hem in ieder geval aan deze kant ga ik hem afsluiten. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. Vanmiddag of vanavond komt er weer een nieuwe vlog uit. En ik, ja, jongens, ik zou zeggen de groetjes van deze kant. Ik spreek en zie jullie allemaal weer. Ik zou zeggen, in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je natuurlijk op It's Ultrax. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe livestream is of video. En druk alle notificaties aan. En vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Jongens, de groetjes allemaal van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Af.